Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koopman op Pad. En zoals jullie van ons gewend bent, wij hebben deze weken weer een zeer bijzondere aflevering. Elke keer weer wat nieuws. En dit keer hebben wij in de studio Petrine Kooijmans. Die kent jullie vast. Petrine is een verhalenvertelster. Ja, dat klopt. Ik ben een verhalenvertelster. Kijk, daar ben wij gek op. Ja. En vooral, ik hoor vooral van verhalen die goed aflopen. Is een leven nog lang en gelukkig en zo. Ja, dat kan. Want ook als ik een verhaal hoor en hij loopt niet goed af, dan ben ik altijd een dan beetje Dan word je daar triest. Een beetje na van. Nee, maar sinds 2019 ben jij verhalenvertelster in Hoogeveen. Wat doet een verhalenvertelster zo in het algemeen? Waar word je voor ingezet? Wat vind je leuk? Ja, ik zal even kort iets over mezelf vertellen. Graag, is dat graag. Goed? Ja. Mijn naam is inderdaad Petrine, dat is goed. Ik heb ooit lang geleden theaterschool gedaan. Begin 30 was ik toen. En die heb ik al netjes afgemaakt. En toen ben ik gaan regisseren, vooral in het amateurgezelschap. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik wil wel eens een keer wat anders. En toen was ik bezig met het maken van een monoloog van Maria, de moeder van Jezus. Ja. En ik woonde in Brabant, in Uden. En daar is alles katholiek. Ja. En die weten heel veel van Maria, maar ik was protestant en ik wist eigenlijk niks van Maria. En toen ben ik naar een vertelvoorstelling geweest van iemand. Maar ik dacht altijd, nou, vertellen, dat moet wel heel erg saai zijn. En ik had er gewoon een beetje lange, saaie verhalen, mensen in geitenwolle sokken en zo. Dat is gewoon niks voor mij. Maar toen ben ik naar die vertelling geweest en dat vond ik zo prachtig. Toen ben ik haar gaan googlen en zij was docent aan de Vertelacademie in Utrecht. En daar ben ik, die heb ik bezocht, die Vertelacademie. Daar ben ik ook een workshop gaan volgen. En dat vond ik eigenlijk zo leuk, dat ik dacht, ik ga die hele opleiding doen. En toen heb ik Vertellen voor Groot Publiek gevolgd.